deze locatie zaten in dit gebouw twee verwilderde volken. We gingen deze verhuizen omdat dit gebouw een week later gesloopt ging worden. Zouden wij de bijen niet weghalen, dan werd het gebouw gesloopt met bijen en haan. Op andere plekken in de spouw in dit gebouw waren alweer speurbijen aan het zoeken. Vermoedelijk was er ergens een zwerm of een volk dat wilde gaan zwermen. De warmtecamera laat zien waar het volk zit. We hadden geen idee hoe de bijen zouden reageren en of we er makkelijk bij konden. Daarom hadden we ons imkerpak al aangetrokken. Ik wil je alvast vragen om te abonneren op mijn YouTube kanaal. Klik het belletje aan en blijf daarmee op de hoogte van de nieuwste video's. We zagen geen bijen, maar we zaten wel goed. We dachten er makkelijker via het plafond bij te kunnen, maar dat bleek geen optie. Daar zat een dikke houten balk. Dus maar weer de muur slopen. Ook daar zagen we nog niks. Er bleek dakleer tussen te zitten en daarboven zaten de bijen. Ik zie bijen. Mooi. Nou, als je als het goed is, de loogstier naar de boven dat weghaalt. De bijen waren erg rustig, na al dit geborige bonk. De raad was donker, dus zullen de bijen er al langer dan een jaar hebben gezeten. Opvallend was dat de bijen niet op de donkere raad zaten. De bijen konden ook vrij een andere kant inbouwen. Mensen die vaker wilden volken verwijderen zien dit ook. En wordt gedacht dat de bijen op deze manier zelf een raadvernieuwing doen. Door naar rechts of links te bewegen, een oude raad op te laten eten door de wasmot, doen bijen zelf een raadvernieuwing. Ter voorkoming van ziekte en plagen. Er zijn zelfs waarnemingen dat de nieuwere raad niet op dezelfde plek is gebouwd als waar eerst de oude raad heeft gezeten. Die oude raad is inmiddels weg, wat het fenomeen doet bevestigen. De honing zit helemaal aan de andere kant, links, en het broed helemaal aan de andere kant, rechts. Zoveel mogelijk bijen op te zuigen en dan de raad uit te snijden en in een raam tussen elastiek te doen. Eén man sneed de ramen uit, de ander zoog de bijen eraf en de laatste deed de raad in een raam met elastiek. Ondertussen keken we of we de koningin konden vinden. De raten zaten nog behoorlijk hoog in de muur wat het werkje lastig maakte.
apart. En dat was ook nog heel veel. Minstens anderhalve emmer van minstens 10 liter. Ook opvallend was dat we geen darren tegen zijn gekomen. Ons vermoeden was dat het volk recentelijk heeft gezwermd. En zonder tussenkomst van een imker kan een volk zo vaak zwermen dat er nog maar een handjevol bijen overblijft. Een kleiner volk houdt minder snel darren aan. Later, toen het volk in de kast zat, had het volk zo'n 8 ramen met bijen. En 10 ramen met broed, maar die waren niet goed verdeeld door het uitsnijden. In werkelijkheid was dit dus minder. Helaas is de koningin of niet mee kunnen gaan, of doodgegaan tijdens het verwijderen van het volk. Ze moet er wel zijn geweest, want er was broed in alle stadia. Eitjes, larfjes en gesloten broed. Bij het andere volk is het gelukkig wel goed gegaan. Op dit terrein, een oud klooster, wat nu ook een park is, zitten meerdere verwilderde volken. Mensen die ons bezig zagen vertelden over een volk dat al jaren in een boom leeft. Of dit volk al jaren overleeft, of steeds een nieuw zwerm is, is onbekend. Het was een leuk klusje en weer een mooie ervaring in de imkerij. Later is het tweede volk verwijderd, maar daar zijn geen opnames van. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, het belletje aan te klikken zodat je op de hoogte blijft van nieuwe video's, te reageren op de video en de video te liken. Met dank aan Rob Voesten van Natuurlijk Rob dat ik mee mocht helpen dit volk te verwijderen. Tot de volgende video. Houdoe!